Hallo allemaal, hier is Prema. Ik heb voor jullie een boodschap van Moeder Maria voor deze volle maan op 20 oktober 2021. Ik vind hem zelf heel erg zacht en mooi, liefdevol. Dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En laat het, als je zin hebt, in de commentaren achter wat het voor jou betekent. Wat het jou geeft, wat het jou brengt. En misschien ook welke vragen jij hierover hebt. En misschien kan ik daar wel eens samen met jou naar kijken. Mocht je het fijn vinden, dan kan je altijd een Zoom-call met me inboeken. Voor een kwartier, 20 minuten. En dan gaan we gewoon even na hoe jij dit voor jezelf kan bewerkstelligen. Hier is de boodschap van Maria. Blijf vandaag heel dicht bij je vreugde en bij jezelf. Het is moeilijk om lastige toeren uit te halen als dat alles is wat je doet. In de wetenschap dat je dit je hele leven kan volhouden, kan je zeggen dat je fantastisch werk hebt geleverd met al jouw ervaringen. Bocht 1, bocht 2, bocht 3, bocht 4, bocht 5. Hoe lang zal ik voor jullie doorgaan? Maak van jezelf een vat voor verbinding vanuit het goddelijke. Die bron, die kracht, die liefde. Wanneer jij je openstelt voor een vat van het goddelijke licht te worden, breng je jouw medemens ook jouw licht. Met ieder contact vul je meer in jouw zijn. Het leven is geen rechte lijn. Je slingert van tijd tot tijd door alle uitersten heen. De ene mens vliegt al eens vaker door de bocht, omdat hij zichzelf snel wenst klaar te stomen. Dan lijkt het heftiger te gaan in hun leven. Toch is iedere bocht een keuze van groeien. We kijken vaak slechts naar wat we uiterlijk aan de horizon zien. Met ditjes en datjes maken wij het leven. Je blik die slechts kijkt naar het uiterlijke, kijkt uiteraard maar zeer beperkt. Wat moet de blinde man ervaren? Als de blinde man niets van al die weelde ziet, hoe zal hij dan zijn comfort bepalen? Juist, hij zal voelen. Voelt de stoel prettig of voelt de stoel niet prettig? Zit de stoel te zacht of te hard? Is de stof te ruw, jeukt het of is het te pluizig en kriebelt het? Waar in mijn rug komt de rugleuning van deze stoel uit? Is het de juiste hoogte, te laag of te hoog? Kan ik hierin ontspannen? Kan ik het lang volhouden om hierop te zitten? De blinde man zal zijn weelde door het volledige comfort ervaren, bepalen door zijn gevoel. Dus die blinde man zal zijn weelde door het volledige comfort ervaren, bepalen door zijn gevoel. Je gevoel. Ik spreek over je innerlijke gevoel, niet over je gevoelens, je emoties. Dat innerlijke gevoel is zo belangrijk. En waar vind je dat? Je weet het al. Dat vind je in je hart. Laat wat je voelt in je hart je weg bepalen. de slingers omhoog en omlaag, opzij en weer terug, zullen minder worden. Je zal op die manier steeds vaker het idee hebben, ik ben goed bezig. Omdat je luistert naar je innerlijke stem. Met een klein beetje beleving om naar je innerlijke gevoelscentrum te varen, kan je al met ogenschijnlijk gemak in korte tijd jouw innerlijke rechte lijn vinden. In rechte lijn vooruit. Wanneer je mensen om je heen ziet die in rechte lijn vooruit gaan, kan het meerdere zaken betekenen. Of ze volgen nauwkeurig een bepaald stappenplan om een zeer gedetailleerd en duidelijk doel te behalen. Of ze volgen uitermate goed de stem van hun innerlijke kompas, waardoor ze feilloos in rechte lijn naar voren kunnen gaan. Nu is het zeer belangrijk om jouw innerlijk gevoel te volgen, jouw kompas. De tijd dat je besteedt aan het volgen hiervan is ongelimiteerd. Want in die kompaszone bevind jij je in een tijdloze staat. Dat is waar het goddelijke met het aardse in samensmelting het allermooiste naar buiten brengt. Wanneer jij jouw innerlijke stem hebt gevonden, hiermee werkt en hier vanuit jouw pad loopt, haalt het allermooiste in ieder ander mens naar buiten. Help jezelf door in contact met die bron van verstilling in jezelf het warmste en meest kostbare contact te maken dat er maar bestaat. Het is niet moeilijk te bereiken. Het is een geschenk dat in ieder van ons ligt. Je hoeft het je enkel maar te herinneren. En vandaag help ik er jou aan te herinneren. Maria. Ik vind het zoals ik zeg, een hele liefdevolle, zachte, reflecterende boodschap. Waarin wij eigenlijk, naar mijn idee, het allemaal wel weten. Dat wij ons hart mogen volgen en kunnen volgen. En nu kunnen we ons alleen maar laten leiden door ons innerlijk kompas. En van daaruit het leven in te varen. Prachtig. Mocht jij hier meer over willen horen, of mocht jij zelf het gevoel hebben van, ik wil zelf ook wel een persoonlijke boodschap van Moeder Maria voor mezelf, dan kan je mij contacteren. Ik laat mijn gegevens hier bij de video, bovenin, onderin, op welk kanaal dit ook komt. Laat ik het voor jou achter, zodat jij met mij een afspraak kan maken voor een consult. En mocht je het gevoel hebben van, ik wil hier langer mee aan de slag, ik wil het ook zelf leren. Ik ben al meer dan 10 jaar nu met telepathie aan de slag. En het heeft mij echt wel een heleboel zaken al gebracht in mijn bestaan. Van de man van mijn leven, de kinderen die fantastisch zijn, tot een prachtig huis. Nou, dat zijn ook allemaal dingen van het wereldse. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon dat innerlijke contact met de bron. En of dat nu Moeder Maria is, of Boeddha, of een hindoe. God of elfjes of een dier. Dat maakt voor mij niet zoveel uit. Hè? Misschien ook jouw huisdier waar je iets aan wil vragen. Of een kind wat niet spreekt waar je wat aan wil vragen. Kom dan naar mij toe. Want dit is mijn werk. Ik ben healer en coach. En ik werk vanuit het contact met de bron en vanuit het kwantumveld. Werk ik op verschillende lagen. En daar wil ik jou heel graag iets over vertellen. Hoe dat voor jou persoonlijk zou kunnen werken. Dus mocht je dat willen, mijn gegevens kan je hieronder vinden. En graag tot ziens. Fijne volle maan.